Welkom in deze 24 uur waarbij ik helemaal all by myself ben. Ja, het was sneller op mijn teentjes was getrapt en gewoon het gevoel kreeg van oké, ik moet even rust. We zijn er. Ik ben al zo benieuwd hoe dat moet voelen voor je. Sowieso denk ik daar de laatste tijd trouwens wel wat vaker over na, want ze zijn er weer! Ja! Ik kan het niet voor me zien. Ik vind het zo moeilijk om dat in mijn hoofd allemaal met elkaar te combineren. Ik kan geen thema kiezen, ik kan geen kleuren dingen kiezen. Toen was het alweer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer meekijkt. Het is vandaag donderdag bij mij. Ik ben aan het werk. Ik ben een hele gore boterham aan het eten. Ik weet niet wat dit is, maar het is zo droog. Het lijkt wel een soort van dezenbrood of zo. Iets zuurdezen of zo. Het stinkt ook heel erg. Niet helemaal mijn ding, maar goed. Ik moet het opeten, want ik heb niks anders mee. Dus, in ieder geval, ik ben aan het werk. Ik heb net even een poging gedaan tot sporten, maar dat liep niet helemaal lekker. Ik had gewoon geen energie of zo vandaag. Ik weet het niet. Maar goed, kan gebeuren. Ik laat het gewoon lekker en ik ga het gewoon morgen of overmorgen weer opnieuw proberen. Ik denk morgen, dan ben ik lekker vrij. Nu heb ik zometeen een interview met een heel leuk tijdschrift, namelijk het NVOM. Nederlandse Vereniging Ouders Meerlingen. En dat is heel erg leuk, want ik ben daar geen abonnee of zo, maar wel af en toe aan gedacht om dat te doen, omdat ja, daar ontmoet je dan zeg maar ouders van meerlingen. En volgens mij hebben ze ook allerlei informatie, ook voor als kinderen bijvoorbeeld eeneiig zijn en wat voor voordelen dat heeft, maar ook wat voor uitdagingen dat heeft. Dus daar ga ik zo meteen, heb ik een interview voor en wanneer het in het tijdschrift staat, zal ik het aan jullie laten zien. Sowieso denk ik daar de laatste tijd trouwens wel wat vaker over na, want de meiden die worden nu groter en ik merk dat de eerste kleine uitdagingen omtrent de identiteit van de twee dames die al zeg maar, dat die al aan het komen zijn in de zin van, niet dat zij daar last van hebben hoor, want ze zijn nog heel klein, maar ik merk wel bijvoorbeeld vorige week was er een kindje op het kinderdagverblijf en die was allemaal aan het roepen Bobby, Bobby. Maar toen dacht ik, ja, dat kind heeft waarschijnlijk helemaal geen idee wie dan Bobby is. En dat er twee van deze dames zijn. Snap je? Ik weet niet. En dat vind ik aan de ene kant, zij gaan op een gegeven moment ook merken dat mensen hun niet uit elkaar kunnen houden. En ik ben dan zo benieuwd hoe dat moet voelen voor je als, ja, ik weet niet. Als mensen dus niet weten wie dan wie is. Maar goed, in ieder geval, ik ga even snel mijn gore boterham eten. Want het interview begint over 10 minuutjes. Hoi, met Kimberly. Over tweelingen gesproken. Wie zijn hier ineens op kantoor? Hey. Oh ja, wacht. En hij is er ook. Ik zou wel vierde wiel aan de water worden. Ja. Vroeger kwam ik binnen en ja. Een kus en een omhels en dan denk je echt, oké. Okay. Nu kijk ik ineens naar jou. Op mijn tweelingen. Ik kijk nieuwe schoenen, mijn haar zit oh, jongens, even een momentje. Hij nee, heeft nieuwe schoenen. Nee. Zijn haar zit netjes. Kijk eens, laat. Oh. Jij dacht omdat ik gisteren even helemaal mezelf up-to-date maakte, dat ga jij dan nu ook doen. Ja, hè? Ik heb gewoon nieuwe schoenen. Verder. Ik heb gisteren mijn haar gekruld. Niet dat je dat nu nog ziet, maar ik heb dus mijn hele haar gekruld. Dit is wat er nog van over is. Ik heb nagels gelakt. Goed, hè? Nou, dit moet ik toch wel even vastleggen, hè? Zomaar op de donderdagavond. Lekker verse aardappeltjes uit de oven. Yummy, 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 yummy. Voor de laatste keer gaan wij, voordat we de sleutel krijgen, naar ons nieuwe huis. Superleuk, want eigenlijk zou Ed alleen gaan, omdat we geen oppas hadden. Maar uiteindelijk is mijn tante echt zo lief. Die is komen oppassen op de kindjes. Dus ik ben er nu ook bij. En zometeen wordt nog even het een en ander in de keuken gemeten. En ja, vooral gekeken volgens mij naar de leidingen, et cetera, allemaal. En dan kunnen we meteen dus even gaan zien hoe het nou allemaal zit met die banken en zo. Dus ik ben er gezellig bij en oh, nog één week en ik krijg een sleutel. Ik heb er zoveel zin in. We zijn er. Welkom in deze 24 uur waarbij ik helemaal all by myself ben. Ja, dit is echt in geen jaren gebeurd.
Maar het is vandaag zaterdag. Ik heb even een dagje overgeslagen, zoals je misschien dan wel merkt. Want gisteren vrijdag was ik lekker de hele dag met de kinderen. En uiteindelijk is Ed gisteravond met de meiden naar zijn ouders gegaan. Voor een weekend daar. En ben ik met Ramos thuis gebleven. We hebben lekker een slaapfeestje met z'n tweeën en zo gedaan. En nu is hij dus daarnet opgehaald door zijn oom. Want hij gaat bij zijn oom en tante slapen. Ja, en heb ik dus de aankomende minimaal 24 uur. Ja, gewoon tijd voor mezelf. Het is echt helemaal zo lekker. Want uiteindelijk, we hebben dit ook een beetje besloten omdat ik het gewoon super, super nodig had. Afgelopen week was heel erg druk. En met de aankomende verhuizing en de aantocht merkte ik aan mezelf dat ik de afgelopen dagen gewoon, ja, wat sneller op mijn teentjes was getrapt. En gewoon het gevoel kreeg van oké, ik moet even rust. Ik moet even, ja, niet fysiek zeg maar rust, maar gewoon mentaal heel even alleen zijn. Zonder prikkels. Zonder mensen die iets aan mij vragen of wat dan ook. Zonder echt te werken en nou, dat dus. Had ik gewoon echt, of dat heb ik gewoon echt even nodig. Het is gewoon 9:30. En ik ben helemaal klaar. Dat is echt zo'n verschil of je met één kindje bent. Of met drie. Waarvan twee dan nog heel klein zijn natuurlijk. Dat is echt zo'n verschil. Vanochtend, ja, dan word je gewoon heel anders wakker. Hij kan zelf al heel erg veel. Terwijl de meiden natuurlijk nog overal mee geholpen moeten worden. Dat is echt heel anders. Dus het is nu 9:30 en ik ben klaar. Ik heb gegeten. Het huis is al een gedeelte opgeruimd. Ik heb zelfs gedoucht en mijn haar gewassen. En nu is het tijd om hierboven een beetje op te ruimen. Want de nieuwe bewoners die hier straks komen wonen, dus die ons huis hebben gekocht, die komen deze ochtend kijken. Dus daar moet het wel een beetje netjes voor zijn. Natuurlijk niet zoals dat toen ze hier kwamen bezichtigen. Maar ja, natuurlijk wel gewoon netjes. Dus ik ga hier en daar een beetje opruimen. Een wasje doen, et cetera. Oh, deze hoort hier niet. Nou, was gedaan. Nu even stofzuigen. Ook wel nodig, want oh, als het regent, dan is het bij ons, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar zo vies op de vloer. Ik krijg dus best wel vaak van jullie de vraag wat voor vloer hier ligt. Nou, dat is dus gietvloer. Maar ja, ik vind het dus niet echt een aanrader. Of je moet bijvoorbeeld geen kinderen hebben en meteen je schoenen uitdoen als je binnenkomt. Dan kan het natuurlijk en is het super mooi. Hij is niet koud aan je voeten trouwens, dat dan weer niet. Dus dat is fijn. Dat heb je bij tegels wel, vind ik. Maar als je kinderen hebt, ja sorry, dan vind ik het gewoon echt geen aanrader eigenlijk. Het is dus zo raar om gewoon de mensen te ontmoeten die dan in jouw huis komen te wonen. Echt zo apart. Maar ja, helemaal leuk, want het zijn hele leuke mensen. Dus daar ben ik al heel blij mee. Of zo op een of andere manier. Voelt het dan goed als je het dan verkoopt aan mensen die je ook leuk vindt of zo. Ik weet niet. In ieder geval, zij zijn dus net weg. Ik heb lekker een lunch gemaakt voor mezelf. En ik ga dus met deze lunch in mijn eentje op de bank zitten voor de tv. Zonder dat iemand iets zegt, zonder dat iemand iets vraagt, ga ik gewoon mijn lunch eten. Zonder te delen, gewoon lekker kijken. Ja, je gelooft het bijna niet, maar het is echt waar. En ik heb ook nog eens iets lekkers voor mezelf gemaakt. Dat is dit. Een wrap. Dit heb ik over van gisteren, dus ik dacht, oh, doe ik er lekker op. En tomaat, hummus, sla. Dat ga ik dan oprollen en dan heb ik een lekker wrappie. Ze hadden dus een kindje bij. En ik ben dan echt zo'n kneus, weet je wel. Die dan meteen mijn eigen kinderen mist. Omdat ik dan zo'n heel lief, schattig kindje heb gezien. Maar goed, aan de andere kant. Het is ook wel echt helemaal lekker genieten dit. Zo, de vloggers. Ja, wij zijn lekker op het terras. En we hebben lekker een wijntje. Proost. En een groenteschipje. Dat was zo lekker. We hebben niks gekocht. We hebben gewoon niks gekocht, hè? Dat brengt het niet. Nee. Maar het was ook best wel druk in de stad. Dus er waren ook wel best wel wat rijen om te wachten en zo. Dus we zijn ook niet overal naar binnen geweest. Niks gekocht dus, maar wel lekker een wijntje en een koffertje en zo op. Ja. En nu gaat Kelly mij naar huis brengen. En dan ga ik de rest van mijn 24 hours alone. Ja. Ik ben benieuwd.
invulling geven door op de bank te liggen. En zo ziet dat eruit als je dus thuis komt. In een leeg huis. Oh, wat saai dit. Eerst maar even gezellig de kindjes bellen. Ed met de meiden en Ramos bij zijn oom en tante. En dan ga ik maar eens even bedenken wat ik vanavond ga eten. Ik had eigenlijk voor mezelf bedacht om iets te bestellen en dan op de bank gewoon uitgebreid dat te gaan eten. Maar nu ik een koffietje en een wijntje op het terras met wat chipjes en zo erbij op heb, heb ik nu nog niet zo'n honger. Dus ik weet het niet zo goed. Ik kan natuurlijk ook gewoon naar de supermarkt lopen en daar even iets kopen wat ik gewoon semi-snel in elkaar kan flansen en dan dat ga eten. Even nog bedenken wat ik ga doen. Is dat zo? En heb je ook al gegeten, schat? Good morning. Ik ben zelf echt nog helemaal in een soort van slaapstand. Dus ik dacht, ik ga niet mezelf, maar gewoon mijn ontbijt even alvast aan jullie laten zien. Heerlijk geslaapt trouwens. En ik heb een ontbijtje gemaakt. Ik had niet zo heel veel in huis. Dus ik dacht, en ik blijf gewoon stevast dit bakje filmen. Dus ik dacht, ik doe lekker in de blender. Doe ik blauwe bessen en avocado uit de vriezer. Dat mengen met water. En dan krijg je dus dat paarsige onderin. Daarop allemaal lekkere dingen. Zoals een beetje muesli. Chiazaadjes, rozijntjes. Ja, echt zo lekker. Dus dat ga ik op de bank gezellig eten. Oho. En lekker chillen, jongens. Oh. En dat was alweer het einde van mijn 24 uur alleen. En echt, dan kom je er pas achter hoe erg je dat gewoon af en toe even nodig hebt. En hoe lekker het is om gewoon even alleen te zijn en niks te moeten. Alleen maar gewoon je eigen gedachten te hebben en zo, ja. Ik sprak Ed net en we hebben besproken dat we dat gewoon echt vaker gaan doen. En ik weet dat dat niet realistisch is om dat elke maand te doen. Want zo werkt het gewoon niet. En vooral niet in de aankomende tijd met verhuis, et cetera. Maar het moet gewoon af en toe. Nu pak ik lekker mijn bakfietsje. Ga ik naar mijn oom en tante fietsen. Ramos ophalen. Eerst even lunchen. En dan gaan we gezellig samen boodschappen doen. Voor de aankomende dagen. En Ed komt waarschijnlijk vanavond pas thuis met de meiden na het avondeten. Dus ik ben nog even gezellig een middagje met mijn zoon alleen. Nog even over die yoghurt trouwens. Of die muesli van vanochtend. Want wij raden binnen nu bijvoorbeeld mama eigenlijk altijd aan om havermout te nemen in je yoghurt als topping. Samen met bijvoorbeeld fruit en wat zaadjes en noten. Omdat deze voedingsstoffen gewoon het meest compleet zijn. Wil je nu af en toe iets anders, dan is een muesli variant prima om gewoon in een kleine mate er doorheen te doen. Vooral als je het vergelijkt met bijvoorbeeld op zondagochtend een croissantje met Nutella erop. Hè? Dan kun je beter zeggen, ik neem alsnog mijn lekkere smoothie of yoghurt, maar dan met wat muesli om toch net die andere bite te hebben. Ten opzichte van croissantje met Nutella. Dus ik dacht misschien is dat nog wel fijn om eventjes toe te lichten en voor jullie om te weten. Kind opgehaald. En nu op naar de Albert Heijn en ik haat mezelf, want ik heb weer een lege accu van mijn fiets. Trappen, trappen, trappen en het waait heel hard. Kak. We zijn inmiddels bij de kinderboerderij en Ramos die gaat dus helemaal bij de diertjes staan. En dan gaat hij ze aaien en kijken. Zo schattig. Oh, kijk. Oh. Van de kinderboerderij naar heel lekker lievelingseten maken. Voor Ramos en voor mij deze, want ik eet geen tomatenpuree en zo. Dus lekker beetje kaas er nog bij. En dan gaan we lekker eten. Oh, ze zijn er weer! Wow. Yeah. Ja, ik ben zo blij dat ze er weer zijn. Wow. Nee, nou ik wel hoor. Ik heb ze zo gemist. En jou ook, kom op. Hij zit hier. Kijk, wacht. Even 1, 2, 3. Ja! Ja! Oh, de meiden. Oh. Auw. Auw. Was het leuk bij opa en oma? Ja. Ja, was het leuk? Wat heb jij geleerd? Ja. Aardbei. Zeg maar. Aardbei. Oh, op. Appel. Appel. Hij doet morgen wel. Kom. Het blijft gewoon
truien weer en koud en oh. Als het goed is gaat er volgende week verandering in komen. Dus als jij deze vlog kijkt, dan zit je misschien wel lekker in je bikini buiten. Met 20 graden. Nou, ik hoop het. Dat zou ook een hele klus weer zijn voor ons. Want wij krijgen natuurlijk over een paar dagen de sleutel. Als jullie dit kijken, hebben we hem al. Goed, het is vandaag maandag. Het is tweede Pinksterdag. Ik ben op kantoor, zoals je ziet. Ik heb wat dingen te doen voor werk. En ik ga even sporten. En dat wil ik allemaal beperken tot max 12 uur. Want dan ga ik vanmiddag lekker de hele middag met de kindjes zijn. En eigenlijk willen we nog gaan kijken voor een bank. En nog voor wat kleur. Ja, hoe noem je dat? Van die dingen, zeg maar, van die rolletjes of zo. Van die plakdingen die je dan op de muur kan doen om te kijken of de kleur mooi is. Ja, dat willen we gaan kijken. Ik ben echt... Ja, ik weet het niet. Ik... Zo stom, zeg maar binnen Nieuw Vind Mama plannen wij altijd best wel lang vooruit. En dan kan ik dat goed overzien en dan weet ik wat ik wil. En dan weet ik wat, hè, wat goed is en wat fijn is voor de moeders die bij ons zijn of bij ons misschien gaan komen. Maar als we dan kijken naar zo'n huis, ik kan dat niet. Ik kan het niet voor me zien. Ik vind het zo moeilijk om dat in mijn hoofd allemaal met elkaar te combineren. Ik ben ook niet bijvoorbeeld iemand die één stijl leuk vindt. Hè. Ik hou heel erg van licht. Ik vind zo'n wat meer kleurige kamer ook heel warm. Ik kan bijvoorbeeld heel chic mooi vinden. Maar ik kan ook van het lekker rommelig levendige. Ja, ik weet het niet. Dat maakt het zo lastig dat ik dus geen... Ik kan geen thema kiezen. Ik kan geen kleuren dingen kiezen. Ja, en aan de andere kant is dat nodig. Want dat hebben wij nu thuis dus ook niet. En we hebben een hartstikke leuk huis. Ja, toch? Dus... Maar goed, in ieder geval waarom ik dat vertel is omdat ik dus eigenlijk kleuren voor de muren moet gaan kiezen. Maar om het veilig te houden ben ik nu eigenlijk meer in staat om te zeggen ik laat gewoon alles wit. En dan gaan we het gewoon inrichten. En mocht ik op een gegeven moment gaan denken van nou hier en daar een kleurtje is leuk, kan het alsnog. Of is dat stom omdat we nu een schilder laten komen. Dus we kunnen beter nu de goede kleur laten kiezen. Nou, zoals je hoort, ik ben er niet aan uit en ik kom er ook niet aan uit. Omdat het gewoon helemaal niet mijn ding is dit. Ja, dus dat. En daarmee ga ik ook meteen de weekvlog afsluiten. Want ik ga er gewoon over nadenken. In ieder geval, ik hoop dat je het weer leuk vond. Volgende week ga ik natuurlijk filmen hoe wij sleutel krijgen. En alles wat we gaan doen. Een soort van, nou niet een house tour. En ik vind het wel even leuk om van jullie te horen wat jullie, hoe jullie dat het liefst zou willen zien, zeg maar. Wil je het hele huis in één keer zien? Of zeg je van nee, je moet echt per kamer doen? Of hoe? Ja, ik weet niet. Laat me even weten wat jullie daarin leuk vinden. Misschien heb je bij andere vlogs wel gezien hoe ze dat deden. En denk je van ja, zo moet je dat doen. Nou, oké. Okay. In ieder geval, dankjewel voor het kijken voor nu. Ik heb trouwens weer mijn haar lekker in de krul. Echt goed, hè? Helemaal tijd aan mezelf besteed. Nou, oké. Okay. Tot volgende week. Doei.